eerst vastgesteld dat er allemaal mis is in onze wereld, wat het probleem is. En nu gaat hij ertoe over om oplossingen aan te dragen. En dat begint met hoofdstuk 4, The Ethics of Elephant. Dat is echt een meesterwerk. Een meesterwerk wat ik ga niet beweren dat ik een literatuurcriticus ben die kasten vol heeft staan, die allemaal gelezen heeft van wereldliteratuur. Maar dit is echt een meesterwerk, dit hoofdstukje in die wereldliteratuur. Het heeft ook enorme invloed gehad op zowel Tolkien als Lewis. Naar aanleiding van dit hoofdstuk hebben zij hun gedachten totaal moeten veranderen en zijn daarop door gaan borduren en zijn zij tot hun meesterwerken gekomen. Hier draagt Chesterton bewijzen aan voor het bestaan van eeuwige waarheden, die we dus niet zelf bedenken of verzinnen, maar die we vinden, die we kunnen vinden, want ze bestaan. Objectieve waarheid. En Chesterton doet het op een manier die werkelijk ongeëvenaard is. Hij begint trouwens op een hele verrassende manier. Hoe begint hij? Over het gezond verstand, dat de basis is van democratie. Dan denk je, waar heeft hij het nu over? Gezond verstand, dat de basis is van democratie. Hij zegt het volgende: het idee van zelfbestuur en van zelfredzaamheid, dat is gebaseerd op het gegeven dat de meeste van ons in staat zijn de basale dingen, de dagelijkse dingen, de basic things, om die zelf te doen zonder dat er een ander zich mee hoeft te bemoeien. Hij noemt dan voorbeelden als je neus snuiten, dat wil je echt zelf doen. Een liefdesbrief schrijven, zegt hij, dan moet je ook niet willen dat een ander dat doet, of een ander moet dat niet willen dat hij dat voor jou doet. En wat kunnen we aan specialisten overlaten, aan anderen? Nou, mensen die het planetenstelsel in kaart willen brengen, of mensen die olie willen vinden. Maar de gewone, de alledaagse dingen, die moeten we toch echt zelf kunnen doen. En dat is gezond verstand. In het Engels beter uitgedrukt common sense. Common, dat snapt iedereen. En sense, verstand, gezond verstand. En wat doet Chesterton? Hij wil het common sense, het gezond verstand, terugvoeren in de tijd. Net zoals bij democratie iedereen zijn stem mag laten horen, zegt Chesterton, laten we ook een stem geven aan onze voorouders. Ze mogen zich ook laten horen. En Chesterton noemt dit traditie. Waarheid die doorgegeven is door de tijd. Traditie, waarheid die doorgegeven is door de tijd. Traditie, niet alleen maar terugdenken en daarbij ophouden. Nee, het leven gaat door, het denken gaat ook door. Maar die traditie, die waarheid die is doorgegeven door de tijd, verliest die niet uit het oog. En daar waar we die stukje bij beetje verloren hebben, ga eens even terug. Hoe is dat doorgegeven van generatie op generatie? De beste manier is verhalen vertellen. En wat voor verhalen? Sprookjes. Dat is wonderlijk, want een sprookje, dat is fantasie. Terwijl Chesterton de realist pur sang is. Maar die waarheden, die zijn verhaald in sprookjes, zegt hij. En hij zegt ook, ik heb de fundamentele lessen geleerd door sprookjes, door verhalen. Zoiets als de wereld, die is iets om je over te verwonderen. Prachtige schoonheid, magische realiteit, heeft hij geleerd uit sprookjes. Hij leerde wat hij noemt voorwaardelijke vreugde. Niet zomaar onbezonnen wat doen, nee, je zult maar gelukkig zijn zolang je je aan de regels houdt. Hè. Als de poester, die moest voor 12 uur weg zijn, aan die regel moest ze zich houden, want anders gaat het mis. En op een andere manier zegt Chesterton, je kunt gelukkig zijn als je van die appel afblijft. Wat Chesterton leerde van sprookjes is dat het leven zelf een verhaal is. En dat impliceert dat er een schrijver is, een verhalenverteller. Iemand die het verhaal gecreëerd heeft, een schepper. Als je kijkt naar deze magische wereld,
dan realiseer je dat er geen enkele natuurlijke verklaring is die ons overtuigt dat de wereld in elkaar zit zoals die in elkaar zit. Chesterton weet dat er een betekenis in zit, in die wereld. En dat betekent dus, dat impliceert dat er iemand is die er betekenis aan gegeven heeft. Je komt eigenlijk gewoon weer telkens terug bij een schepper die alles gecreëerd heeft met een bedoeling. En niet dat we een kwestie zijn van toeval, een oerknal, bang, nou dit is het resultaat en als het afgelopen is, is het weer afgelopen. Chesterton ziet dat er goedheid is, dat er veel goedheid is te vinden in deze wereld, maar ook dat die vergiftigd is en dat die hersteld moet worden, gered moet worden. Net zoals, kent u het boek The Lord of the Flies, de Heer der Vliegen, van William Golding. Een prachtig verhaal, ook met die strekking. Wat gebeurt er heel in het kort? Het is de oorlog, een groep schoolkinderen wordt geëvacueerd, maar het vliegtuig stort neer. Ze belanden op een eiland, de enige overlevende die er nog was van de volwassenen, die is ook overleden. Ze zijn alleen maar kinderen onder elkaar, 19, 11, 12 jaar, meer niet. Na aanvankelijke schrik onderkennen ze ook wel een beetje paradijselijke toestand. Het is goed weer, ze kunnen zwemmen, geen last van ouders, ook geen last van school. En toch gaat het mis. Paradijselijke omstandigheden, toch gaat het mis. En er komen partijen, er komt partijschap, er komt ruzie. En de een doodt de ander zelfs. Op een gegeven moment is er nog maar één jongen over die niet agressie heeft of aversie tegen anderen. Die wordt opgejaagd. Eiland wordt in brand gestoken, zo wordt hij opgejaagd tot aan de zee op het strand. En als wilde gaan die andere kinderen achter hem aan. En dan op het strand gekomen, blijkt daar marinier te zijn geland. Mariniers met een schip. En die jongen is gered. En pas dan zien die andere kinderen, die worden stil. En die staan te verbaasd te kijken, vooral naar zichzelf. Wat zijn wij aan het doen? Golding wil zeggen, het kwaad, dat zit niet in de omstandigheden. Het zit in de mens zelf. En ook als dit allemaal alleen maar kinderen waren, onschuldige kinderen, het zit in de mens zelf. En we hebben het pas in de gaten als we het beeld van de mens zien. God zelf, Jezus zelf, die ons wil laten zien, waar zijn jullie mee bezig? Zoals deze marinier ook zegt, wat zijn jullie aan het doen? En pas dan, worden die zich te ontspannen en hebben ze in de gaten, ja, waar zijn we mee bezig? Kennelijk hebben we iemand anders nodig om ons erop te wijzen. Chesterton gaat verder. The Plague of the World, hoofdstuk 5. Er zijn twee manieren om naar de wereld te kijken. De optimist en de pessimist. En beide benaderingen kloppen niet, zegt Chesterton. De optimist, wat zegt hij? Alles is goed, behalve de pessimist. En de pessimist, wat zegt hij? Alles is slecht, behalve hij zelf. Je kunt natuurlijk, zoals de optimist, de problemen negeren. Wat natuurlijk niet reëel is, want die zijn er. En je kunt ook niet, zoals de pessimist, zeggen dat alles hopeloos is. Als je van iets houdt, dan doe je dat om een reden. En als het miserabel is, is er nog meer reden om van te houden. Dat klinkt wonderlijk, hij geeft wat voorbeelden. Hij zegt dat doet een echte patriot. Hij zegt dat doet iemand die echt van een ander houdt. Dat doet voor mij wat ook een echte voetbalfan. Als hij echt miserabel is met zijn club, dan gaat hij er des te meer voor. Mensen houden niet van Rome, zegt Chesterton, omdat Rome zo geweldig is. Nee, Rome is geweldig omdat de mensen van haar houden. En dan begint het bij Chesterton te dagen. Religie. Religie. Die is de basis voor de moraal. En hij legt het uit. Moraal is niet iets wat we afgesproken hebben, waar we zeg maar een sociaal contract, hè, het oude filosofische begrip sociaal contract. We zijn niet aardig voor elkaar omdat we dat afgesproken hebben. Maar mensen hebben een moraal ontwikkeld door een religie, door aan geloof vast te houden. Hoe transcendentaler vaderlandsliefde is,
hoe praktischer de politiek zal zijn. Weer dat praktische. Altijd bij Chesterton het praktische. Oftewel zegt Chesterton heel mooi, kunnen we genoeg hekel aan de wereld hebben om haar te veranderen en haar voldoende lief hebben zodat het de moeite waard is om haar te veranderen. Toch prachtig gezegd weer van Chesterton. Er is een gebrek in deze wereld en alleen christendom kan dat gebrek herstellen. Denk even terug aan Lord of the Flies van die kinderen op dat eiland. Kennelijk waren ze er zelf niet toe in staat. Er is iemand van buitenaf die erop moet wijzen, waar zijn jullie mee bezig? En dan komen we naar het volgende hoofdstuk, paradoxen. En dat is iets echt kernachtigs voor Lewis, paradoxen. Waarheid is een combinatie van waarheden. Focus je niet op één waarheid en laat die andere buiten beeld, want dan ontspoort het. Maar in het hart daarvan is altijd iets van het mysterie. Dat je niet kunt verklaren. Maar dat is niet erg. Als het geloofwaardig is, wat te doen? Door het mysterie te aanvaarden, kunnen we al het andere verklaren. De dwaas die probeert alles te verklaren, waardoor juist alles verwarrend wordt. En die mysticus die aanvaardt het mysterie, waardoor al het andere begrijpelijk wordt. Laat ik een voorbeeld geven. Je komt in de theologie in boeken wel eens tegen. Men probeert wonderen te verklaren. Ja, dan zit je op het verkeerde spoor. Ik noem een voorbeeld, de wonderbare broodvermenigvuldiging. Als je het mysterie aanvaardt, dan aanvaard je dat deze Jezus niet alleen mens is, maar ook God. En God kan wonderen verrichten. Maar als je dat niet aanvaardt, dan moet je allerlei gekke dingen gaan bedenken. Wat bedoelt de evangelist met die passage over de wonderbare broodvermenigvuldiging? En waar kom je dan uit? Op dingen die je inderdaad kunt verklaren. Als je het zo beziet van de mensen waren zo geraakt door de woorden van Jezus dat iedereen zijn lunchpakket tevoorschijn haalde en dat met iedereen begon te delen. Ja, zo kun je het verklaren, maar dat klopt natuurlijk niet. Als dat niet echt gebeurd is, dat wonder, waarom zou een evangelist dit verzinnen? Er is geen enkele reden toe. Hetzelfde geldt voor al die andere wonderen. Aanvaard je het mysterie dat in deze mens Jezus God aanwezig is, dan laat het zich vrij makkelijk verklaren. Laat het zich makkelijk duiden. We hebben ooit eens een zekere Jefferson gehad en alles wat het bovennatuurlijke was met een pennemesje, dat sneed hij uit de Bijbel. Want ook die wonderen natuurlijk, vooral die. En wat hou je over? Niet een begrijpelijk boek, maar een onbegrijpelijk boek. Juist als je die mysteries erin laat, dan begint het te dagen waar het over gaat. En dan is zo'n wonderbare broodvermenigvuldiging op zich helemaal geen probleem. Het wonder überhaupt niet. Dan ook ga je pas begrijpen, door die paradoxen overigens ook, bijvoorbeeld de zaligsprekingen. Het is allemaal omgekeerd dan wat wij denken. Zalig de armen. Wij denken, nou, dat is nogal miserabel. En toch.